Welkom bij een nieuwe video van Wat eet je dan wel? Zo, dat was een tijd geleden dat ik dat zei. Het is namelijk alweer een week geleden dat ik een video heb geüpload. Ik zat gewoon even niet zo heel erg lekker in mijn vel de afgelopen maand. Het zat een beetje tegen allemaal. Wat dingen waarvan ik had verwacht dat het heel anders zou lopen dit jaar, loopt dus heel anders. En dat hebben natuurlijk meer mensen. Het komt allemaal door die crisis waar we middenin zitten. Dus ja, ik had het gewoon even helemaal gehad. Dus ik had even geen energie om video's te maken. Maar gelukkig zie ik het allemaal wat rooskleurig in. Er zijn er weer wat mooie dingen op het pad gekomen. En ik dacht, ik heb echt weer zin om video's te maken. Ik vind het ook echt super leuk om te doen. Dus ik dacht, laat ik weer gewoon beginnen met een What I Eat in a Day. Dus bij deze What I Eat in a Day. Als veganist neem ik je mijn dag door. En laat ik je zien wat ik zal eten en drinken. Daar gaan we. Ik ga beginnen met een wafel te maken. Ik ga er twee maken. En daarvoor heb ik nodig een bloem. En ik zal de exacte hoeveelheden hieronder linken zodra het recept online staat. En bakpoeder, klein snufje zout en dan gelijk een klein beetje. Ik heb het een keer van een diëtist gehoord dat heel veel mensen weten het niet, maar die hebben een jodiumtekort. Omdat steeds meer broden tegenwoordig gemaakt worden zonder zout met jodium. Zoals bijvoorbeeld zuurdesembrood en dergelijke. Er zit dus geen jodium in. Daardoor hebben wij een heel grote kans om jodiumtekort te hebben. Als het kan, kies voor keukenzout met jodium. Dat gaf ze mij toen als tip en ik dacht, ik geef het ook gelijk door aan jullie als tip. Het is gewoon goedkoop zout van Albert Heijn. Het hoeft niet per se duurder te zijn. Oké, en dan de natte ingrediënten. Appelmoes, dat vervangt het ei. En daar gaat sojamelk bij. En een halve eetlepel olie. Ik gebruik gewoon zonnebloemolie. En ongeveer een eetlepel agavesiroop. Agavesiroop is een soort alternatief voor honing. En ik koop deze meestal bij de Lidl. De natte ingrediënten ga ik goed mengen. En die gaan bij de droge ingrediënten. En vind ik het zelf het handigst om een spatel te gebruiken. Zodat je goed die zijkanten van de kom meeneemt. Oké, dit is een goed beslag geworden en dit laat ik een minuutje of 10 even rusten. Tijd voor mijn bakje koffie. Ik gebruik dus Nespresso cups. En dit keer gebruik ik Sprout. En dat is nog niet zo bekend in Nederland, maar ik denk dat daar wel verandering in gaat komen. Het is een plantaardige melk op basis van erwteneiwit. En het is heel goed om op te schuimen. En ik heb het laatst gekocht bij Hanos. En Hanos is een groothandel voor de horeca en eigenlijk heb je daar een pasje voor nodig en die heb ik ook. Maar je kan er gewoon naartoe dus in deze coronatijd, omdat ze het hebben opengesteld voor iedereen om de druk in de supermarkten wat te verlichten. Maar het is voordeel dat je daar best wel wat leuke vegan producten kunt kopen. En ik heb daarover al een artikel geschreven op Wat eet je dan wel, wat ik er zoal heb gezien en gekocht. Ik zal het hieronder linken. Dus ik ga deze nu opschuimen. En eigenlijk, als ik eerlijk ben, vind ik hem qua smaak en qua romigheid een beetje lijken op Oatly. Want normaal gebruik ik deze dus voor mijn koffie meestal, de gekoelde Oatly. Die schuimt gewoon goed, heeft geen enge nasmaak of zo. En ja, is gewoon vrij neutraal van smaak en dat vind ik hiervan ook. Dus deze was trouwens wel een aanbieding toen ik hem gekocht. En hij was maar 1,50, dat is wel exclusief BTW. Maar wel heel voordelig. Dus ik vind dit wel een mooi duo. Ik denk dat deze echt wel groot gaat worden in Nederland. Ik gebruik hiervoor natuurlijk mijn wafelijzer. En ik zal hieronder linken welke ik gebruik. Ik heb hem voorverwarmd en helemaal ingevet met wat kokosolie. De beslag heeft een minuutje of 10 kunnen rusten. En is wat dikker geworden. En ik ga er wat blauwe bessen bij doen. Die roer ik gewoon door het beslag heen. En dan ga ik het beslag over het wafelijzer verspreiden. En daar gaat hij. En tadaa, een bakje koffie en een heerlijke blueberry wafel met een klein beetje sojatopping. Dat is trouwens deze. Ik vind het echt heel goed spul. Het is gewoon net slagroom, zoals ik me kan herinneren in ieder geval. Ik ga het recept nog uitwerken en Wat eet je dan wel zetten. Zodra het online staat, zal ik het hieronder in de beschrijving erbij zetten. Van de week had ik eindelijk weer eens een keer een Too Good To Go pakket gehaald bij Lidl. Ik wilde dat al langer, maar elke keer was ik net te laat. Er waren anderen me voor, maar nu was het me gelukt. En ik had echt veel gekregen voor €2,99. Dit allemaal. Appels, sinaasappels, mandarijnen, maar ook tomaatjes. En kiwis, maar ik moet zeggen, die waren echt niet goed meer. Die heb ik helaas weg moeten gooien, want die kon je helemaal fijn knijpen. Die waren echt helemaal niet goed meer. En twee bossen met bosui. En een zak radijs. Deze mini komkommers. En nou ben ik van plan om deze drie in te gaan maken. Zodat ik er nog veel langer plezier van kan hebben. Want dit lijkt me wel lekker om te doen bijvoorbeeld op een hamburger of zo. Als topping. En dus ik ga deze ook weer laten hergroeien. Waarschijnlijk ken je het trucje al, maar mocht je het nog niet kennen, laat ik het je gewoon voor de zekerheid zien. Ga ik even doen. Ik had het op Instagram gezet en ik kreeg best wel veel berichtjes van, maar wat is er dan mis mee? Want het ziet er hartstikke goed uit. Ja, op het eerste oog zag het inderdaad wel goed uit, maar je ziet gewoon wel dat het de beste tijd heeft gehad. Ja, ze beginnen echt een beetje, ze voelen heel droog aan en de appels zijn echt super zacht.
Dus daar ga ik denk ik een soort appeltaartje mee maken of zo. En misschien kan ik nog wat smoothie packs maken met het fruit. En de tomaatjes kan ik sowieso nog wel verwerken in een soepje of zo. Komt goed. Maar het zag er heel goed uit. Maar het heeft echt zijn beste tijd wel gehad. We beginnen met het inmaken van deze komkommers. Ik ga ze eerst even goed wassen. En dan ga ik ze doen in een goed afgesloten pot. Zo'n maison jar van Bal is ideaal. Die heeft echt zo'n wekpot. Maar in principe kun je ook een lege conservepot gebruiken. Ik ga ze eerst even goed schoonmaken. De mini komkommers heb ik in dunne plakjes gesneden. En dan heb ik hier die maison jar. Er staan hier allerlei inhoudsmaten op vermeld. En ik heb hier 1 cup, dus 240 milliliter. Dat heb ik met water gevuld. En daar gaat 1/3 cup natuurazijn bij. Gewoon uit de supermarkt, goedkoopste. En daar gaat zout bij. En dan gaat er ook nog suiker bij. En dan doe ik er ook nog 2 bosuitjes bij. Die zaten ook in het pakket. En die snij ik in grove stukjes. Niet te fijn. Hier de deksel op. En dan even goed schudden. Er gaat hier sowieso de bosui bij. En alle komkommertjes natuurlijk. Goed aandoen met een lepel. Het staat net niet helemaal onder water, zeg maar. Dus ik doe er nog wat extra azijn bij. Ja, nu wel. En dan ga ik de deksel erop goed dicht doen. Nog even goed schudden. Nou, alsof het ervoor gemaakt is. Het past echt precies in deze pot. En deze kun je ongeveer 1 week in de koelkast bewaren. En het is gewoon lekker door een salade heen of op een hamburger bijvoorbeeld. Het is de eerste keer dat ik het zelf maak. Ik ben heel benieuwd. Het moet sowieso even een paar uur in de koelkast zodat alle smaken goed intrekken. En dan ga ik gelijk door naar de radijs. Dat is een beetje hetzelfde verhaal. Die radijs heeft ook echt zijn beste tijd gehad. Ze zijn heel vochtig en ja, gewoon de beste tijd gehad. Maar nog prima eetbaar. Dus ik ga eventjes alle radijsjes eraf, het groen van de radijsjes eraf snijden en doe ik even een vergiet. En ook hier ga je de radijsjes weer zo dun mogelijk snijden. En de radijsjes zijn ook in dunne plakjes gesneden. En ik heb hier 2 cups, oftewel 480 milliliter heet water, in een pot gedaan. Ik heb helaas geen grotere potten meer. Ik denk dat ik het over meerdere potten moet gaan verspreiden. Dan gaat 1/2 cup, oftewel 120 milliliter appelazijn bij. Zo. En suiker en zout. Goed de deksel erop, goed schudden. Ja, en dan ga ik er toch echt zoveel mogelijk radijs bij doen. Dat gaat hem toch echt niet worden, vrees ik. Oké, ik ga toch even op zoek naar een andere pot. Ik heb nog een pot gevonden. Ik had helemaal overheen gekeken. Ik heb nog een grote wekpot. Ik ga dit eventjes boven de gootsteen in doen. Dat is een stuk beter. Hier gaan dus alle plakjes radijs bij. Lepel goed aanduwen. Zorgen dat alles goed onder water staat. Ik heb nog wat extra appelazijn bij. Deksel erop. Ja, goed dicht doen. Zo. En de radijs is nu ook ingemaakt. Deze gaan allebei nu de koelkast in. In het pakket zat ook bosui. En nou, ik heb de meest lelijke bladeren eraf gehaald. En op zich nog wel prima te eten. Dus die ga ik gewoon eten. Maar ik heb de onderkant eraf gesneden. Ik weet niet of je het al wist. Maar als je gewoon de onderkant met de wortel eraf snijdt. En het in een klein beetje water zet. Dan komt er na 1 dag of 10 ongeveer. Komt er weer nieuwe bosui uit. Dus zo hoef je in principe nooit meer bosui te kopen. Want het groeit gewoon weer aan. En inmiddels is het al 1:30 en ik ga even een lunch maken. Ja, lekker makkelijk vandaag. Ik heb meestal deze crackers. Ze zijn vegan en hartstikke lekker. Ze zijn per 4 verpakt. En die eet ik graag met hummus. En als je me langer volgt, dan weet je het. Everything but the bagel seasoning. Ik heb het afgelopen januari in Amerika ontdekt. Daar heb ik dit potje gekocht van Trader Joe's. Ik heb het toen nagemaakt thuis. Het is namelijk een samenstelling van sesamzaadjes, maanzaadjes, knoflook, ui. En mijn zelfgemaakte versie is momenteel op. Maar ik heb dit potje nog. Dus ik gebruik nu de enige echte Everything But The Bagel seasoning van Trader Joe's. En dat smaakt hier onder andere heel lekker overheen. Het geeft het net even wat meer smaak. Want dit is mijn lunch voor vandaag. En daarbij heb ik wat ijsklontjes in een glas. En dan heb ik laatst deze ontdekt. Dus was in de aanbieding. Ik dacht, laat ik het eens proberen. Siroop met rabarber en aardbei. En dit is mijn lunch. Ik heb een pakketje bezorgd en dat heb ik gewoon zelf betaald van de Wecan.
Wacht, laat ik het even zien. Want het was wel leuk. Van de week heb ik namelijk mijn allereerste YouTube-betaling gekregen. Of zoals ze dat noemen, mijn eerste YouTube-paycheck. Want zoals je misschien weet, met YouTube kun je geld verdienen. Met het maken van video's. Maar er zitten wel allemaal haken en ogen aan voordat je dat eindelijk kan. Zo moet je bijvoorbeeld minstens 1000 abonnees hebben. En er moet 4000 uur naar jouw video's gekeken zijn in totaal aan kijktijd. En dat was ik al een tijdje. Maar dan moet je het nog verdiend hebben bij elkaar. Met een betalingsondergrens van 70 euro. En dan had ik dus van de week eindelijk mijn eerste YouTube uitbetaling. En dat voelde zo cool. Ik was er zo trots op dat ik dacht, ik mag wel iets leuks bestellen van mezelf. Dus dat heb ik bij Weekamp gedaan. Wel weer iets voor Wat Eet Je Dan Wel. Dus het is wel een investering. Maar wel een leuke investering. Ik had een tafelloper nodig. Want binnenkort heb ik een samenwerking waarbij ik een tafel ga dekken. Maar ik heb niet echt tafeltextiel. Maar ik moet wel even het strijkijzer eroverheen halen, zie ik. Dat is wel een beetje jammer. Maar het is wel een hele mooie tafelloper. Die past precies op deze eettafel. En ik heb 2 borden gekocht. Want die had ik nog niet. Meestal koop ik mijn borden bij de kringloop. Maar ik zag deze en vond het zo mooi. Deze is van Bloomingville. En ja, gewoon echt een beetje aards. Heel mooi bord. Mooi detail. Ontbijtbord. En dan heb ik er nog een groot dinerbord gekocht. Van HK Living. En die was in de aanbieding. Dat is eigenlijk een heel duur merk. Oh, ook heel mooi. Van HK Living. Blij mee. Dit is dus mijn eerste YouTube salaris haul. Ja, ik heb niet alles uitgegeven hoor. Klein gedeelte maar. Volgens mij was ik iets van 27 euro kwijt voor deze 3 items. Prijzig hoor, maar ja, ik ben er wel heel blij mee. Het is echt wel heel mooi. Oké, en dan is het nu tijd om wat met die appels te doen uit het Too Good To Go pakket. Want ik ging net even kijken op de fruitschaal. En die appels, die zijn echt bijna niet meer oké. Kijk, deze begint al helemaal te rotten. Dus ik moet daar echt nu even wat mee doen. Anders kan ik ze weggooien. Dat is super zonde. Ja, ik ga kijken wat er te redden valt. En dan is mijn idee om appelmoes te maken. Ik heb even de website erbij gepakt. Want ik heb in 2017 alweer heb ik appelmoes gemaakt zelf. En dat is echt super simpel. Ik ga in ieder geval de rotte plekken ervan afsnijden. Kijk, ik weet niet of het überhaupt gaat lukken hoor. Ik weet niet of het al wil. Oh, kijk. Ja. Ik had ze eigenlijk gisteren al moeten verwerken, maar ik had gisteren echt geen tijd. Eigenlijk als je een Too Good To Go pakket ophaalt met groente en fruit, moet je er eigenlijk van uitgaan dat je het of dezelfde dag of hooguit de dag erna nog kunt verwerken. En niet zoals ik nu 2 dagen daarna, want dan ben je gewoon te laat. Oké, ik ga gewoon even mijn best doen om zoveel mogelijk van die appels te redden. Uiteindelijk heb ik nog zo'n 400 gram aan blokjes appel overgehouden waar niks mis mee is. Dus die ga ik gebruiken om appelmoes mee te maken. En het recept wat ik op de website heb staan is voor 1 kilo appels. Dus ja, ik ga het ongeveer halveren en dan ietsje minder dan de helft, zeg maar. Dus ik doe deze stukjes appel in de pan. En er gaat 1/2 eetlepel citroensap bij. En ik heb geen citroen in huis, maar alleen zo'n bolletje. Maar dat is ook prima. Gewoon wat citroen eroverheen. En je kunt de appelmoes zo zoet maken als je zelf wil. En ongeveer 1 eetlepel suiker is op 1 kilo appels op de website. Maar ik hou het ongeveer op ruim 1/2 eetlepel suiker. En dan ongeveer 1 à 2 theelepels kaneel. En ongeveer 40 à 50 milliliter met water. En dan doe ik het vuur aan. En dit roer ik even goed door. En dan laat je het een kwartiertje ongeveer zachtjes koken op laag vuur. En dan kun je het straks pureren en is appelmoes. Dus dat gaan we doen. De appel is inmiddels helemaal zacht en ik heb het iets laten afkoelen. En dit kun je met een staafmixer helemaal fijn pureren, maar omdat het een vrij kleine hoeveelheid is, vind ik het wel handig om dat in mijn hakmolentje te doen. Ik denk dat het in 2 keer kan. Misschien wel alles in 1 keer. Nou, het past precies in de hakmolen. En je kunt de appelmoes trouwens zo fijn of zo grof hakken als je wil. Je kunt er nog wat stukjes in laten. Of je kunt hem helemaal fijn pureren. En ik denk dat ik hem helemaal fijn ga pureren. Nou, dat ziet er fantastisch uit. Het ruikt ook heerlijk. Ook in een lege jampot. Zorg wel dat het helemaal afgekoeld is. En natuurlijk even een beetje proeven. Oh, heerlijk. Wat een verschil met appelmoes uit de supermarkt. Het is zoveel smaakvoller. Appelmoes uit de supermarkt vind ik ook lekker hoor. Maar het heeft veel meer smaak. Nou, dan gaat natuurlijk de deksel erop. En dat kun je dan wel, denk ik, 1 week in de koelkast bewaren. Het is nu in de middag en ik heb best wel trek even een snackje tussendoor. Iets hartigs. En dan ga ik iets maken wat ik van de week ook heb gemaakt. En inmiddels staat het op Wat Eet Je Dan Wel. Het is een snack wat ik op TikTok heb ontdekt. TikTok heb ik echt sinds kort sowieso ontdekt. Wat een fantastische app. Ik vond het eerst maar een hoop rare, hilarische filmpjes die ik niet helemaal begreep. Maar er staan echt hele goede, gouden food tips en hacks op. En ik heb er dus een snack gevonden. Dat is een paprika. Nou, ik ga het gelijk wel even doen.
Die snij je dan doormidden. Nou, zoals altijd verwijder je dan de zaadjes. Dat doe ik dan gewoon zo. En dan snij je de paprika helft zo in stukken. En nou is het idee om het te vullen met roomkaas, maar dat gebruik ik natuurlijk niet als veganist. Dus neem ik een soort alternatief. Deze is vrij nieuw van Albert Heijn. Dit is haverspread naturel, een soort van roomkaas. En dat ga ik op de paprika smeren. Daarmee ga ik het eigenlijk vullen, kan ik beter zeggen. Zo. Deze stap is niet uit het originele recept op TikTok, maar het leek me wel lekker erbij. Ik heb natuurlijk voldoende bosui, dus die ga ik even in kleine ringetjes snijden. Zo. Dan doe ik wat over de haverspread. Echt waar, dan gaan we weer. Maar dit is gewoon fantastisch, tenminste dat vind ik. En dat gaat er dan overheen. En dat is zo lekker, zo simpel. Maar je moet er maar op komen. Ik vond het echt geniaal. Het is gewoon een hele feestelijke, gezellige snack. En ook gezond voor je paprika. En daarmee maak ik ook gelijk die bosui op. Ik vond dit wel een lekker snackje zo. Voor in de middag, voor tussendoor. Kijk, lekker. Inmiddels is het 6:30 en ik ben net thuis van de boodschappen doen. Het was niet het meest handige tijdstip, want oh my god, het was echt heel druk in de supermarkt. Het leek wel kerst. Heel blij dat ik weer terug ben. Maar ik heb boodschappen gedaan, zoals altijd in mijn mooie wat eet je dan wel tas. En dat brengt mij op het volgende. Als je me langer volgt, weet je dat ik hier altijd mee loop. Dit is mijn vaste tas om boodschappen mee te doen. En ik krijg dan altijd de vraag, zijn ze ook te koop? En ik ben al heel lang bezig met merchandise. Het is gewoon, ja, het heeft heel veel voeten in de aarde gehad. Maar het ziet er naar uit dat het dan ook echt bijna gaat gebeuren. De Wat Eet Je Dan Wel webshop. Super trots op. Dan kan je dus deze tasjes gaan kopen. En voor nu ga ik er eentje verloten. Dus zou je nou ook zo'n mooie tas willen hebben om boodschappen mee te doen. Om mij te supporten, maar ook ja, veganisme te supporten. Laat dan een reactie hieronder achter. En dan kies ik een van de winnaars voor het weekend nog. Voor vrijdagavond 8 uur kies ik een winnaar. Lekker snel, lekker kort. Nou, ik ga nu even laten zien wat ik allemaal gekocht heb. Het is niet heel veel. Hamburgerbroodjes voor vanavond. Deze zijn vegan. Dat heb ik zelf een keer gecheckt bij Albert Heijn. Sla voor vanavond. Deze vind ik echt heel erg lekker en betaalbaar. Je hebt ook andere lekkere burgers in de supermarkt. Maar die zijn zo duur dat ik vind deze gewoon prima en goed genoeg. Hou ik vanavond wat frietjes bij uit de oven. Of patat, hè, zoals ze hier in Rotterdam zeggen. Ja, ook zo'n leuk tassie winnen. Maar wat eet je dan wel tassie? Laat het dan weten in de comments hieronder. En dan kies ik een winnaar. Het lijkt me echt zo tof om iemand te zien lopen. Een vreemde op straat met deze tas. Dat is echt goals. Dus misschien ben jij het wel. Oké, ik ga beginnen. Het eten is klaar. Ik heb hier dus patatjes met Aremia majolijn. En een broodje hamburger met ketchup. En de ingemaakte komkommer en rode ui. En een hele eenvoudige salade met de ingemaakte radijs. Daar heb je heel veel trek in. Dus ik ga lekker eten. Het is inmiddels een stuk later. Ik heb lekker gegeten. De burger was erg lekker met die ingelegde komkommer. En ik heb nu een chai latte gemaakt. Een hele lekkere. Want ook deze heb ik laatst gekocht bij Hanos. En dit is Chalo Indian Chai Masala. En deze is helemaal vegan. Ik weet de prijs even niet meer uit mijn hoofd. Ik heb het in ieder geval wel in een artikel gezet. Een shoplog. En dat zal ik je onderlinken. Ik vind hem erg lekker. Ik had nog een stukje bananenbrood liggen. Dus bananenbrood met walnoten. En deze staat echt al heel lang op Wat Eet Je Dan Wel. Deze heb ik echt al heel vaak gemaakt. Dit is echt een van mijn favorieten van Wat Eet Je Dan Wel. Op en top herfst dit. Op en top wintergevoel. Helemaal in combinatie met de chai latte erbij. Ik ga hier lekker van genieten op de bank. Ik ga even lang uitliggen met dit en een serie. En dan zou ik voor nu willen zeggen heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doeg!